Welkom bij Nox Spellenzolder, dit keer de betoverde doolhof van Ravensburger. Het is een spel voor 1 tot 4 spelers en je bent er ongeveer een klein uurtje mee zoet. Het doel is een aantal objecten te verzinnen in de doolhof dat elke keer verandert. We gaan maar snel kijken wat er in de doos zit. Het spel wordt met daarop de schatten en objecten die we gaan zoeken, die allemaal vastzitten. En natuurlijk de spelregels, die stellen niet zoveel voor. Een aantal kaarten die we door het doolhof verplaatsen. De objecten die we moeten gaan zoeken. En onze pionnen. Dan gaan we gelijk maar eens even een spelletje opzetten en spelen. Het doel van het spel is, zoals ik al zei, het verzamelen van objecten. Er zijn allerlei schatkaarten die worden verdeeld over het aantal spelers dat er zijn. En iedere speler krijgt dan zo'n gesloten stapel. De speler die aan de beurt is, die bekijkt de bovenste kaart. En die zegt, in dit geval ben ik op zoek naar de zevenarmige kandelaar. En die gaat proberen daar dan terecht te komen. Wat moet je doen in je beurt? Je moet twee dingen doen. Eén, je moet, er ligt altijd één extra tegel bij het doolhof. Je moet één tegel aanschuiven. En je kunt op het bord zie je overal van die pijlen en dat zijn waar de tegels ingeschoven kunnen worden. En als tweede mag je dan verplaatsen door de tunnels die er beschikbaar zijn, zover je kan. Laten we zeggen, we beginnen met blauw. Blauw moet beginnen met het verplaatsen. Blauw kan bijvoorbeeld zeggen, ik schuif deze hier aan. Zo. En vervolgens heb ik hier een tunnel en kan ik zo op mijn kandelaar komen. Dan draai ik deze schat om. En mag ik de volgende bekijken. En dat is dan mijn volgende objectief. Daar moet ik dan naartoe. En dat ga je dus doen door proberen die tunnels zo te verplaatsen. Mocht het zo zijn dat je met 2 op 1 een vakje komt, is dat geen enkel probleem. Want er wordt in dit spel niet geslagen. En mocht het zo zijn dat je bijvoorbeeld hier zo, ik ben nu op zoek naar de landkaart. Nou, die zit helemaal hier. Daar kan ik dus niet komen. Maar dan kun je alvast zeggen van, nou even kijken. Ik ga hier bijvoorbeeld klaarstaan. En dan ga ik proberen om kaarten zo te verplaatsen dat ik daar de volgende beurt kan komen. Dus je hoeft je verplaatsing, ja, je hoeft niet te verplaatsen. Je mag in principe zeggen, ik doe 1 stap of ik doe zoveel stappen als ik wil. Als je maar rekening houdt dat je gewoon door tunnels blijft lopen. En dat is het. En degene die als eerste alle schat in zijn stapel voor elkaar heeft, die wint het spel. De betoverde doolhof. Heel simpel spelletje eigenlijk, maar gewoon leuk om eventjes te doen. En je kunt elkaar een beetje pesten door de hele tijd dat doolhof heen en weer te draaien. En dat maakt het natuurlijk wel leuk. Het is niet echt, wat je zegt, een heel bijzonder spel, maar ik vind het wel heel erg leuk bedacht. En het is leuk om af en toe eens even te spelen. En daarom krijgt het voor mij ook gewoon een 6,5.